naam is Meme Meijer en ik ben voorzitter van Peace SOS. Ik ben hiervoor universitair docent geweest en ik heb gevoeligheid voor psychose en manieën. Ik ben daarvoor ook zowel gedwongen als vrijwillig opgenomen geweest. Het heeft mijn leven eerlijk gezegd gedurende een lange tijd totaal ontwricht. Ik ben Eddy Wolthuis. Mijn geschiedenis als psychiatrisch patiënt bestaat uit meerdere psychotische periodes en opname. En een heel lang herstel met negatieve symptomen waar ik niet vooruit kwam in het leven. Ik ben vader, getrouwd en werk nu sinds 3 jaar in de acute psychiatrie. Ik denk het eerste is het belangrijkste van passie. Het geven om de patiënt en dat ook duidelijk laten merken. Bijvoorbeeld toen ik last had van depressie, zei een psychiater tegen me van goh, je bent een kostbare patiënt en een tough cookie. En dat deed me ontzettend goed, omdat ik me zo waardeloos voelde dat ik echt blij was om te horen dat er iemand was die echt om me gaf. Wat ik zou willen meegeven aan psychiaters in spe is dat je terdege beseft de beperkingen van het medisch model. Het medisch model is belangrijk om mensen de kans te geven zelf weer regie over hun leven te nemen. Maar het heeft mij en vele andere patiënten ook in de weg gestaan. Toen ik zoiets had van oké, ik ben schizofreen, ik ben kwetsbaar voor psychoses, had het leven niet zoveel zin meer, want dit was iets wat nooit meer ging veranderen. Het risico van het te veel hangen aan het medisch model is dus dat je de hoop ontneemt op verandering. Het tweede punt wat ik zou willen maken is het bieden van een hoopvol perspectief. Hele lange tijd was ik onzeker of ik überhaupt nog wel bezig zou worden. Daardoor zag mijn familie, die zag eigenlijk ook weinig perspectief en dat werd een visuele cirkel naar beneden. Dus ik zou zeggen, bied patiënten ook zeker een hoopvol perspectief. Verder is het belangrijk om aan te sluiten bij degene aan de andere kant van de tafel. Wat is iemands verhaal? Hoe is hij hier gekomen? Wat gaat er in hem om? En nog belangrijker misschien, waar wil iemand naartoe? En kun jij als psychiater die persoon helpen om weer grip te krijgen over hun leven? En het laatste punt wat ik zou willen maken is luister naar patiënten. Ik heb 8 jaar heb ik het gehad over de bijwerkingen van medicijnen. En dan werd er gezegd van ja, het is niet duidelijk of het nou aan de ziekte ligt of aan de bijwerkingen. Nou ja, het zal wel aan de ziekte liggen, dus neem die dingen nou maar. Terwijl ik ook echt last had van depressies of in ieder geval die medicijnen droegen bij aan mijn depressies. En het duurde heel lang voordat ik een balans vond met de psychiater van genoeg medicijnen om niet weer ziek te worden, maar weinig medicijnen genoeg om niet zo'n last te hebben van de bijwerkingen. En toen ik dus eindelijk ook een beetje zeggenschap kreeg over die medicijnen, medezeggenschap, toen mijn stem gehoord werd, ging het ook een stuk beter met me. En tot slot een heel, heel fijn, plezierig werkend leven en succes met het helpen van genezen van patiënten. Swap.